Stel je even voor, dit weer en al het water op de wereld is op. Een hete golf. What the fuck? Nu kan ik zo leuk zeggen, oké, het is te warm, ik neem een lokje water. Dat zou je dan niet kunnen doen. Dan is al het water op. Ik denk dat je gewoon zou verdampen. Dat je zo kleurvlekjes zou hebben op de straat. Dan is er daar gewoon iemand gesmolten. Fucked up shit, man. Fucked up shit. Dus welkom bij een nieuwe video. Smash zeker een duimpje omhoog. Want ik denk dat ik heel veel kijkers ben verloren toen ik even gestopt ben met mijn YouTube. Ik denk echt dat ik zo 20% van mijn kijkers verloren ben of zo. Terwijl is er 20% gewoon gesmolten op straat. Het kan allemaal. Kan eigenlijk echt allemaal. Gisteren heeft er een meneer tegen mijn deur geplast. Laten we beginnen aan de video van vandaag. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben eens zitten en ik zal zeggen, let's fucking go. Veel te warm met deze trui aan. Hij is zo fucking vet, daarom hou ik hem aan. Check dit, holy shit. Oké. Weet jullie nog dat ik zei dat ik mijn mama nooit meer kleren voor mij laat kopen omdat zij een andere smaak van kleren heeft ofzo? Mijn mama heeft een t-shirt gekocht gisteren. Ik weet niet of jullie het willen zien, maar... What the fuck? What the fuck? DJK is een fucking cool merk. Waarom? Okay, smoke weed every day for 20 blaze it. Oké, vandaag ga ik nog eens doen waar ik het allerbest in ben. Mijn mening geven zonder één fuck te geven. Dus dan bedoel ik dat ik gewoon mijn mening ga geven zonder eigenlijk te denken dat wat andere mensen denken. Dat gewoon echt zeggen wat ik vind. Deze keer gaat het over iets heel speciaal. Over iets wat ik heb gelezen op het internet. Snijden. Ja. Enkele jaren geleden heb ik eens een video gemaakt over Cut for Bieber. Dat was Justin Bieber gespot dat hij een jointje aan het roken was. En heel veel meisjes vonden dat niet kunnen, dus ze gingen hun armen openkrassen. Dan gingen ze Cut for Bieber in hun arm schrijven met een mes, omdat hij een jointje had gerookt. Hey, rustig man. Neem een jointje. Vreselijk. Maar nu, ik ben dus al enkele dagen thuis omdat ik een longontsteking heb. Dat is dus bevestigd. Ik ben al de dokter geweest. Ze hebben foto's genomen van mijn longen. Ik heb een longontsteking. Heel veel pijn als ik inadem, maar oké. Ik leef nog. Ik moet deze hele sterke siroop drinken en ik word daar heel moe van. Oké. Het artikel is recht op schoolruimte in waar jongeren zich kunnen verwonden. Maar dat is zo'n grote foto van een arm. What the fuck? Kijk, dat zijn zo typisch van die clickbait artikels van de krant. Zoals ik al 1000 keer heb gezegd, clickbait op YouTube is erg. Maar in de media en in de televisiewereld is het 1000 keer erger. Maar dus, waarover gaat het artikel? Ik vat het even kort samen. Blijkbaar is social media de grootste reden waarom mensen snijden. Blijkbaar motiveert het om het andere mensen te zien doen. Dan is het dan minder erg om het zelf te doen of zwaar. Ik heb mijzelf nog nooit gesneden. Deels ook gewoon omdat ik het niet zou kunnen. Het is veel te eng om hier met hem. Maar oké, ik ken wel heel veel mensen die dat ook gedaan hebben. En ik heb die mensen daar ook gewoon mee gesteund. Ik heb geprobeerd te helpen. Ik heb ook zo'n vlinder op mijn arm getekend vroeger. Dat was in mijn Tumblr periode. En die vlinder stond dan op mijn arm. En mensen die dan zichzelf sneden hadden ook een vlinder staan op hun arm. En dan stopten ze met snijden omdat ze anders in de vlinder sneden. En dat mocht niet. Dus ik had ook een vlinder op mijn arm. Ik heb heel veel mensen gesteund die dat ook hebben gedaan. Maar nu lees ik dus dit. Dat er een plekje moet ingericht worden op school waar mensen die nood hebben zichzelf kunnen snijden op een veilige manier. En dan zouden ze zich snijden daar en dan wordt de wonde verzorgd en zo. Dat is het domste wat ik heb gehoord. Maar echt het allerdomste sinds Cut for Bieber. Want dat ging allemaal om een wietje en ik vind dat mensen zich niet moeten snijden om een wietje. Dus, zo'n mevrouw vindt dat er dingen moeten komen in scholen waar mensen die er nood aan hebben zich kunnen snijden. Zonder dat iemand het ziet, dat dat gewoon discreet kan gebeuren. Ja, dus ik ken mensen die pillen nemen omdat ze verslaafd zijn en ik ken mensen die coke snuiven omdat ze het nodig hebben. Dus stel, die mensen zitten ook in een klaslokaal. Zij hebben even nood aan een barico. Dan zouden ze ook naar een kamertje alleen mogen gaan om even een lijntje te leggen. Ja, dat is exact hetzelfde. Ja, nee, dat kan echt niet. Kijk, ik vind dat mensen die snijden sowieso geholpen moeten worden op school. Maar om hen dan een aparte kamer te geven met waarschijnlijk verschillende messen en zo en verschillende technieken om dieper te snijden. Zo, er zit daar dan ook gewoon een coach-leerkracht bij. Ja, nee, dat gaat er echt zwaar over. Mensen hebben geen kamer nodig op een school waar ze discreet zichzelf kunnen pijnigen. Ze hebben hulp nodig. Gewoon mensen, gewoon spreken. Praten, dat helpt altijd. Ik heb superveel gepraat met mensen die dat deden. Echt heel veel, echt hele diepe gesprekken. En dat helpt het meest, gewoon praten. Maar uiteindelijk komt het toch allemaal op die persoon zelf neer en moeten zij dan uiteindelijk zelf beslissen of ze het gaan doen of niet. En dan heb je gewoon vrienden nodig. Dan heb je geen kamer nodig op een school waar je het discreet kan doen. Je hebt hele goede vrienden nodig die ermee helpen. En dan vind ik het belachelijk om te lezen dat er zo'n mevrouw met een weet ik veel diploma van weet ik veel wat zegt dat er zo'n shit moet komen. Oh hell no. Ik wist zelf niet dat snijden nog altijd zo bekend was. Ik dacht dat dat iets was van toen dat ik 12 jaar was, dat dat toen heel bekend was. Maar nu zie ik daar niet meer zoveel dingen van. Maar blijkbaar is er toch wel
wel nog altijd. Dan moet ik zelf toch ook toegeven dat Tumblr eigenlijk echt wel gewoon, ja, het samenpunt is van fucking snijden. Sommige pagina's op Twitter zijn volledig toegewijd aan ponsen met kraswonden op. En dat die pagina's mensen aanzet om het zelf te doen, dat kan ik eigenlijk wel geloven. En dat is eigenlijk ook wel best fucked up. Maar geen fucking lokalen inrichten waar mensen zichzelf kunnen snijden. Dat is hetzelfde als die snijforums, waar mensen technieken bespreken hoe je dieper kan snijden. Dat is ook zo fucking, yeah. Dus ik ga even haar naam voorlezen, want ik weet niet hoe ze noemt. Beste Nadine Collins. Dat is dus haar naam. Nadine, ik vind uw idee echt kut. En ik vind het echt oliedom. Ik vind het eigenlijk ook fucking raar dat de krant hier een artikel over schrijft, maar oké. Okay. Ik meen het, als je de mensen die zichzelf verwonden dan zoiets gaan geven op school waar ze het dan kunnen doen, dan zou je de fucking kooksnuivers ook zoiets moeten geven. Is het? Je jezelf verwonden is toch niet hetzelfde als cocaïne snuiven? Het is niet hetzelfde, maar het komt uiteindelijk wel op hetzelfde neer. Mensen die zichzelf snijden zijn vaak gewoon zo ongelukkig dat ze zichzelf gaan snijden zodat ze pijn hebben en daaraan kunnen denken en... Ja, gewoon enge shit. Mensen die kooksnuiven snuiven ook gewoon coke meestal om iets te vergeten. Mensen die heroïne spuiten doen het waarschijnlijk ook gewoon omdat ze eraan verslaafd zijn en omdat ze iets willen vergeten. En hun leven zo wanhopig is dat ja, ze een spuitje bruine shit in hun been steken. Met hun arm, weet ik veel. Enge shit. Maar dus dat wou ik even zeggen en ik denk dat ik met deze video een hele mooie discussie ga openen. Natuurlijk, als er weer 95.000 reacties zijn, kan ik niet op iedereen antwoorden. Maar ik ga echt mijn best doen en ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen te antwoorden op reacties. Dus dames en heren, ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. En ik hoop dat de discussie en de comments leuk wordt, want ik heb er echt super veel zin in. Smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ga nu een slokje siroop nemen. Oh. En binnen 20 minuten leg ik KO in mijn bed. Dus dames en heren, nog een fijne middag. Die siroop smaakt niet zo lekker. Ik ga slapen. Ik heb geen broek aan. Dat is. Kijk, als je nu niet wist dat ik net aan het hoesten was, dan zou je denken dat ik aan het huilen was omdat ik geen YouTube monies heb. Maar oké. Okay.